Als we kijken naar deze sheet, de rechterkant is denk ik het meest interessante. Mensen, dat vind ik de meest interessante gedeelte van deze presentatie en dat is de SOS-API. En de SOS-API is beschikbaar gekomen in Veeam 12. Hierdoor hebben we een integratie met de storage, zonder dat je eigenlijk iets hoeft te installeren. Door de SOS-API zien wij ook de beschikbare ruimte. Van de object storage en het heeft storage access control, wat inhoudt dat het controle heeft op de caching in de box. Het breekt grote backup jobs in smaller entities voor smart placement. In de volgende slide gaan we hier verder op in. En als laatste. Managed Network Access en Load Balancing. En wat dat inhoudt, zien we ook later in de technische demo. Hoe werkt het? De Veeam VBS-server communiceert met het Udby cluster via de SOS Management Communicatielijn. En data wordt aangeleverd vanuit de VBR door een proxy, eventueel een K2-server. En de data landt op een van de twee netwerkkaarten, welke in de Udby-node zit. Alvorens we gaan backuppen, moeten we eigenlijk op de, of dan moeten we op de Udby-node een bucket aanmaken. En hier zien we eigenlijk dat er een backup job heeft gelopen, waarin vier virtuele machines zitten. Het kan voorkomen dat de Udby-node op een gegeven moment vol zit. En dan kunnen we een tweede Udby-node plaatsen in het cluster. En dan zien we ook dat virtuele machines na verloop van tijd gebalanced worden over de Udby-nodes. Wanneer de Udby-nodes weer vol zitten, kunnen we het cluster uitbreiden. Een cluster bestaat of kan bestaan op dit moment uit maximaal vier Udby-nodes. En we hebben op dit moment twee verschillende type Udby-nodes en dat is de 64 terabyte node en de 128 terabyte node. Dit was in ieder geval het laatste van de presentatie. Dan heb ik hier een filmpje. Zoals aangegeven in de presentatie is een Udby-node binnen 15 minuten te installeren. Er even nu vanuitgaande dat de Udby-node in het rek is geplaatst en is voorzien van een monitor en een toetsenbord. En je hebt op de power on knop gedrukt. Op een gegeven moment zie je dit scherm. Dit is het eerste scherm wanneer de Udby-node opstaat, maar ook het enige scherm wat je ziet. Als we een Udby-node gaan installeren en het is de eerste, dan kiezen we altijd voor Setup een nieuw cluster. Ook een Udby-node wordt altijd in een cluster geïnstalleerd. Nou, de film die gaat nu lopen en ik zal vertellen wat er tijdens de installatie wordt gevraagd. Zoals ik al zei, twee netwerkkaarten zitten er in de Udby-node. Netwerkkaart 1, hij vraagt van wat voor IP-adres kunnen we erop zetten. Dat is IP-adres 60 op het eind. Voor de rest een default gateway en de DNS geven we op. Vervolgens de tweede netwerkkaart. Deze geven we IP-adres 61. Met een default gateway. Vervolgens vraagt hij om de hostnaam. Nou, in dit geval noemen we hem Udby 01. En vervolgens worden de IP-adressen geapplied op de bindings en wordt de hostnaam gezet. Wanneer dat is gedaan, zal de appliance ook verbinding maken met Object First.
En kijken als er nog updates beschikbaar zijn. Indien dat het geval is, worden die gedownload en gelijk geïnstalleerd. Vervolgens wordt er gevraagd om een clusternaam. Die noemen we in dit geval UDBI. En een IP-adres voor het cluster. En dat wordt 70 op het eind. Dus eigenlijk een UDBI-node in een cluster heeft minimaal 3 IP-adressen. Een cluster IP-adres 70. En elke NIC heeft zijn eigen IP-adres. En dat was 60 en 61. Voor de rest, de eerste gebruiker die is aangemaakt in de appliance, die heet Object First. En met deze gebruiker kunnen we de webinterface openen en eventueel SSH naar de UDBI-node als SSH is geënabled in de appliance. Vervolgens wordt het cluster gecreëerd. En is eigenlijk de hele UDBI-omgeving geconfigureerd en klaar voor gebruik. Dit is eigenlijk alles. Hier zien we nog twee URL's. Vanuit Veeam gezien om een repository te maken, moeten we deze URL gebruiken als target. En voor de web UI, dezelfde URL, maar een andere poort 8443. Wanneer we naar de web-URL gaan, dan ziet hij er als volgt uit. Het IP-adres met poort 8443. We zien gelijk al dat we een warning hebben van let op, SSH is geënabled. In dit geval heb ik dat expres gedaan, zodat jullie ook zien van dat je hier actief melding over krijgt. Voor de rest, er is al een nieuwere versie weer beschikbaar. Die zal denk ik vannacht in Amerika worden geüpdate. Vervolgens kunnen we hier naar buckets gaan. En dan zeggen we hier create bucket. Geef het een naam. Standaard staat versioning aan, wat betekent dat immutability actief is. Wanneer je op create klikt, dan wordt de bucket aangemaakt. Ik doe het niet, anders krijgen we zoveel buckets. Vervolgens maken we een key aan. We geven het een naam. En we klikken op create. Vervolgens kun je de eigenschappen van de key, die kunnen we openen. En hier zien we de access key en de secret access key. Hier zit, achter zit een copy-knop, waardoor we eigenlijk typo's voorkomen. Dus wat hebben we hier gedaan? Een bucket aangemaakt en een key. Vervolgens gaan we naar Veeam. En hier zien we eigenlijk al in onze demo-omgeving dat we buckets hebben. Ze zijn allemaal van het type S3 integrated. We maken volledig gebruik van de SOS-API met de mogelijkheden die we toen net in de slides zagen. Om een repository te maken, object storage, S3 compatible, S3 compatible. Service point, en dit is het IP-adres van het cluster, https://172, 4.70, region, vul wat in, maar laat het niet leeg. De SOS-API verwacht dat hier karakters staan, dus je kunt hem niet leeg laten. En voor de rest, we selecteren de credentials.
Vervolgens kunnen we een bucket selecteren en een folder, of eventueel een folder aanmaken. En we zetten hier immutability aan. En we zeggen vervolgens create en de repository is aangemaakt. Wat we voor de rest ook hier zien in de backup. Zoals we hebben gezegd. Ik zal even de slide erbij pakken. Wat we hier zien met de SOS API. We hebben controle op de caching. En het breekt large jobs into small entities for smart placement. Nou, wat betekent dit eigenlijk? Dat kunnen we hier zien. In dit geval hebben we een backup job en daar zitten meerdere virtuele machines in. Een virtuele machine zien wij als een smart entity. En dan hebben ze het over smart placement. Als we kijken naar deze virtuele machine, de backup file die wordt gedropt op IP-adres 60. De andere virtuele machine op IP-adres 61. Nou, dit zijn de IP-adressen die op die fysieke NIC zaten van de appliance. Maar wat als wij een configuratie hebben met 4 would-be appliances, dan zien we dat we in 1 keer 8 IP-adressen tot onze beschikking hebben. En dan zou een backup job met die 8, wanneer je hem voor de eerste keer draait, met 8 virtuele machines, dan zien we dat elke virtuele machine naar een bepaald IP-adres op een bepaalde would-be-node wordt gestuurd. En daar wordt de backup bestanden neergezet. Dit zijn dus functionaliteiten die vanuit de SOS API beschikbaar zijn gesteld en waar wij mee samenwerken. Dit hebben we gedaan. Vervolgens gaan we hier naartoe. En dan kunnen we misschien zeggen van, nou, we gaan een bestand deleten. En dat zegt hij van, goh, dat mag jij niet, omdat daar een immutability op zit. Dit is wat ik jullie wou laten zien vanuit de Veeam console. We gaan nu weer terug naar de web UI van de would-be. En wat zien we hier in het eerste dashboard eigenlijk van we hebben een cluster. De clusternaam is would-be. Daar zit één node in. Die node heeft 14 disken, 2 netwerkkaarten en er zitten 15 buckets op. Performance dingetjes zien we hier. Bij monitoring kunnen we er nog iets verder in. Disk, CPU. In het cluster hebben we een node. Daar kunnen we ook naar de details. Hier zien we ook de voorkant, hè, dat het 10 disken heeft. Met een hotspare en een NVMe-disk. Voor de rest zitten er 2 processoren in, intern geheugen. Networking. Hier zien we weer dat op de eerste interface IP-adres 60 is gekoppeld. En de tweede 61. De linkspeed en eventueel mocht je de MTU aanpassen zou dat kunnen. Standaard is het 1500.
De disken. Dit, we kijken hier naar een 128 terabyte node. Vandaar ook de 16 terabyte disken. De 64, daar zitten kleinere disken in. Buckets hebben we gezien, hoe we die aan moesten maken. En de keys ook. Nou, er is een nieuwe update beschikbaar. En we hebben een keer geprobeerd om iets te deleten wat niet kon. Voor de rest hebben we hier nog settings, clusternaam met het IP-adres, een node. We kunnen hier het wachtwoord wijzigen. We kunnen ook andere gebruikers aanmaken, maar dat doen we met de AWS CLI, waar we tegenaan kunnen praten. De web GUI kun je eventueel beveiligen met een two-factor. Certificaten kun je laden. En hier zien we ook dat SSH is geenabled. Hier kunnen we het ook uitzetten. En voor de rest is er een whitelist aanwezig in de node, waarin we kunnen whitelisten de IP-adressen van Veeam servers die daadwerkelijk met de UDBI node mogen communiceren. NTP settings. Voor de rest, wanneer er een diskpot is, waar moet het naartoe gestuurd worden? In de volgende versie komt SNMP hier ook bij te staan. Hij zegt van er is een nieuwe update beschikbaar. Nou, dat heeft hij al gecheckt, want dat heeft hij zelf al gezien. En als we hier zeggen update cluster, dan zal die afhankelijk van de updates die in de packet zitten, een reboot uitvoeren. Voor het operating system is misschien een reboot niet nodig. Voor de S3 software wat erop staat, eventueel. Maar voor firmwares en andere dingen is vaak een reboot toch wel nodig. Hier kunnen we het nog een keer herstarten als we dat willen. En als er problemen zijn, dan kunnen we hier een supportbundel genereren. En die kun je downloaden en vervolgens bij tech support uploaden, zodat we een diepere analyse kunnen maken. Dit is eigenlijk alles over de web UI. En nou wil ik eigenlijk als laatste nog één keer terug naar het andere scherm. Nou, zoals we al zeiden, gaan we een nieuwe node implementeren. Zet het altijd in een cluster. Zet een nieuw cluster. Stel dat het de eerste node vol is en we hebben een tweede node. Dan kiezen we voor Join to a cluster. We kunnen ook, hè, wanneer een UDBI node, laten we zeggen, 5 jaar oud is en moet vervangen worden door een nieuwe, dan zullen we eerst de nieuwe joinen in het cluster. En vervolgens doen we op de oude node, welke uitgefaseerd moet worden, remove node from cluster. De data wordt overgezet naar de andere UDBI node. En op een gegeven moment komt de oude UDBI node vrij. En die kun je dan veilig uit het cluster halen. Eventueel voor internettoegang. Hier kunnen we nog een keer checken voor software updates. Netwerkkaartstatus. Disk replacement. Als er een disk kapot is, kun je via de disk replacement wizard de juiste disk selecteren en zeggen van deze moet vervangen worden. Telemetrie kun je aan en uitzetten. SSH service. Nou, in dit geval staat het aan, maar hier kunnen we het ook nog uitzetten. De supportbundel voor analyse. Systeeminformatie, serienummer, IP-adres. En de license agreement. En hier hebben we nog een reset node data.
Om dit te doen, zul je een request moeten indienen bij Object First. Dan wordt er een verificatie gedaan volgens een bepaalde procedure. En wanneer meerdere mensen binnen de organisatie hebben gezegd van dit mag, dan zou de autorisatiecode worden ingevoerd en wordt de hele UDBI-node gewiped. Dat kunnen we doen met behoud van clusterconfiguratie of zonder. En in verband als er problemen zijn, kan support ook op de command shell. Maar ook daar is die authorization code voor nodig. En anders kom je er niet in. Dit was mijn presentatie en technische demo. Dankjewel Walter. Ik heb twee vragen in de chat staan. Oké. Okay. Nou, ik probeer ze te beantwoorden en anders wordt het op een later moment gedaan. Ik denk dat je de eerste wel weet. Oh. De eerste is Spark Management. Is dat op basis van VBK VIB files of ook kleine? Het wordt op een gegeven moment, wanneer die voor de eerste keer wordt gebackupt, die virtuele machine, wordt er op dat moment gecommuniceerd met het cluster. En de node, zeg maar, waar de meeste ruimte op vrij is, daar zal waarschijnlijk de virtuele machine backup files neer worden gezet. Wanneer een virtuele machine voor de eerste keer, ik noem maar wat, op node 2 de full backup wordt neergezet, zullen alle incrementals ook op UDBI node 2 worden geplaatst. Dus de full backup en alle incrementals staan altijd op dezelfde UDBI node. Het wordt niet gezet op verschillende UDBI nodes. Dus het smart placement, dat proces, dat is alleen voor de eerste keer wanneer een virtuele machine wordt gebackupt. Ik denk dat dat een goed antwoord is. Dat horen we het wel. Joost had ook een vraag. Kan het ook met update packages, dus zonder internet? Ja, hele goede vraag. We zitten nu in release 1.4.41. Wat ik heb begrepen is dat in versie 1.5 de bundels, de update bundels ook gedownload kunnen worden en via de web UI geüpload kunnen worden in het systeem. En dan vervolgens de update doorvoeren. Dus eigenlijk met andere woorden, in de volgende versie is een internetverbinding niet nodig om een UDBI node te updaten. Ik zag nog een andere vraag. De 128 terabyte en de 64 terabyte noden, kunnen die gemixt worden in een cluster? En het antwoord daarop is ja. En dan zat er nog een vraag boven. Die heb ik niet gezien. Ik zag net wat... Welke rechten heeft een SSH-user? Moet dit aanstaan om de repository aan te upgraden met Veeam? Nee, SSH, dat kun je aanzetten om wat we net zagen, zeg maar, om het scherm over te nemen, om bepaalde informatie boven water te halen. Voor de rest, ik logde in op de SSH-sessie met de gebruiker Object First. Dit was ook de eerste gebruiker die we in de wizard zagen, waar we een wachtwoord op hebben gezet. Die gebruiker heeft geen root access en die gebruiker die heeft alleen rechten, wat je ook vanuit de GUI zag, om een bucket te kunnen maken, om keys te kunnen maken. NTP settings eventueel aan te passen, dat soort dingen. En that's it. Met de AWS CLI kun je ook inloggen en bepaalde gebruikers aanmaken en rechten geven op bepaalde buckets. Maar dat moet alleen vanuit de CLI. Ik weet niet of er verder nog vragen zijn. Nou ja, mochten er nog vragen zijn, iedereen kan me ook mailen.
Mijn e-mailadres is walter.berends@objectfirst.nl. En sorry, kom. En dan zal ik de vraag beantwoorden. Nou, misschien mag ik er eentje stellen. Natuurlijk. Ik ben van een serieuze grote omgeving, zeg maar. Ik ben van de oude bank. En, ik zit vooral met het verwijderen van immutable. Dat gaat altijd via een queue. Dat weet ik hoe dat, dat in principe, wij werken nu ook met immutable. Hoe zit dat met Ubi? Zit er een queue in? Zoals nu, wij gebruiken hier nu Cloudion. Als ik daar 37 dagen instel, bijvoorbeeld in mijn retentietijd, dan zou het tussen de 37 dagen en de 47 dagen op de immutable cluster kunnen staan. Want er zijn 10 dagen nodig, of er kunnen 10 dagen nodig zijn om de boel te gaan verwijderen. Hoe zit dat met Ubi? Als het verwijderd mag worden, is dat binnen de eerste seconde gelijk al weg? Of kan het gewoon nog heel eventjes na-eilen bedoel je, zeg maar. Ja. Ja, nou, dat heeft gewoon effect op de ruimte die er is natuurlijk. Ik kan je vertellen dat ik noem deze grootte, noem ik tiktakjes. Want ik vind 128 terabyte vind ik niet heel erg veel. Zeg maar, dat blaas ik vol in een paar minuten. Dus dat is niet zo heel groot. Dus ik zit een beetje van, als je dat hebt, dat naeilen, dan is 128 terabyte. Is, ja, ik, ja, zo, ja, ja. Ja, ik snap wat je zegt hoor. Maar nou ken ik zelf Claudia niet. Ik kan dat navragen. Maar zover ik weet, ik zal. Nou, er zijn inderdaad andere oplossingen waarbij het delete inderdaad enige tijd in beslag gaat nemen. Ja. Ja, wat ik je zei, het noden natuurlijk niet om een vol te schrijven met één backup. Dus er staat een hele chain op. Op zich is het goed natuurlijk, want een immutable is om de data naar binnen te krijgen en niet. Dus zijn hoofdtaak is natuurlijk niet om te verwijderen. Dus op zich snap ik dat daar een queue voor moet zijn. Maar op een gegeven moment kan het zichzelf natuurlijk gaan inhalen. Zeg maar, of zichzelf in de weg zitten. Zeg maar. Laat ik het maar zo. Als jij er sneller naartoe schrijft dan dat jij het kan verwijderen. Ja, dan op een gegeven moment. En dan, want dan is de volgende vraag gelijk. Wat gebeurt er als die vol zit? Want als jij een nieuwe node aan moet maken. Nou, het is 15 minuten, maar als je er. Stel dat die ook vol zit en alle vier zitten vol. En wat doet Veeam dan? Ja, ik weet het antwoord wat Veeam doet hoor dan. Want we hebben het al gehad. Maar hij doet niets meer hè. Dus nee, dat klopt. De hele job staat vast hè. Ja, maar ja. En dan kan je dus de cluster niet verwijderen. Je kan dus de immutable niet verwijderen. Dan zit je dus stuck between a rock and a hard place. Zeg maar dan denk je veilig te zijn. En dan kan je helemaal geen backup meer maken. Dus dat is altijd een beetje die grote. Ik vind. We hebben dat nou al meerdere keren gehad in meerdere regio's, dat er gedacht wordt, we rekenen met 30 dagen, we rekenen met 40 dagen, we rekenen met 100 dagen, er zijn verschillende scenario's, maar dan die delete acties, die gaan dan te langzaam, misschien verwachten we er te veel van, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar dat we het al een paar keer hebben, dat je dus schoon moet gaan beginnen, zeg maar. Dus dan is de hele functie van het immutable, ik vind het een hele mooi mechanisme. Alleen de gevolgen die een actie aan de voorkant heeft, zie je slecht terug aan de achterkant. Dat kan je slecht achterhalen wat dat voor een effect heeft. Zeg maar, dat is het meer. Dus wat doe ik als ik. Wij wisselen bijvoorbeeld heel veel in jobs. Dus het kan zijn dat een machine zit in job 1 20 dagen, terwijl mijn bewaartermijn langer is, en daarna verhuist hij naar job 2. Want VMware zet hem naar een andere cluster toe. Er gebeurt van alles mee. En dan begint hij ergens anders gewoon met een keurige nieuwe chain. En dan gaat hij ook daar weer in de immutable in. Maar de andere, de eerste job, blijft hij altijd vasthouden. Want de delete actie komt nooit. Want die hele VM is weg. Dus hoe gaan we daarmee om? Het wordt nog veel, veel gedacht dat je dit eenmalig. Dit zijn heel veel vragen. Ja, nee, maar daarvoor. Ik heb heel veel, helaas heel veel ervaring met immutable op dit moment. Er wordt nog steeds heel veel van uitgegaan dat je één repository bouwt en daarna bouw je daar een immutable bucket voor. Maar wat nou als je heel veel wijzigt?
wat dus in onze omgeving komt, even gewoon 10.000 VM'tjes. Nou, er gaan er soms 1.000 af, soms komen er 2.000 bij, er komen er 100 af, er gaan er 500 bij. Het schuift binnen het cluster links naar rechts, onder naar boven. Ik heb geen idee, kan ik niet bijhouden, is ook mijn taak niet. Ik moet alleen maar backup. Dus dan krijg je best wel uitdagingen. En soms heb je een VM'tje, dus misschien wel eens 8, 9 keer, 10 keer in Immutable staan op verschillende plekjes. Maar ik krijg het ook echt niet weg, want dat is nou net de hele taak van Immutable. Ja. Maar hoe krijg ik, want Veeam, laat ik zo, even kijken hoor. Veeam geeft geen retentietijd mee. Dus het landt bij jullie, het landt althans niet op Immutable met van nou, die datum gaat het, kan het weg. De job moet blijven draaien om die Immutable tick eraf te halen. Dus hoe ga je daarmee om als er dus een object in de bucket komt en het object verdwijnt op Veeam zonder dat zijn retentietijd gehaald is? Ik hoop dat ik hem zo goed zeg, maar ik hoop dat je hem snapt. Zeg maar. Dan gaat hij dus naar een andere job, komt hij in een andere bucket, misschien wel in dezelfde bucket, omdat hij ook of ja. de repo naar dezelfde ja. bucket toe gaat. Maar het is op een andere locatie, want het is in theorie een andere machine geworden. Het kan een andere machine zijn in een andere bucket, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Ja. Ja, nou ja, kijk, afhankelijk van, zit hij in bucket 1, zeg maar, met een retentie van heel lang. Ja, dan heb je een probleem om het eraf te krijgen, ja. Nou, maar ook als je dus, althans, dat heb ik gemerkt, dat Veeam die tik niet meegeeft. Dus gebeurt retentie door Veeam of gebeurt retentie door de Immutable? Wij geven vanuit Veeam okay. geven we het mee. Vanuit Veeam. Dus als Veeam niet ervan weet dat het op de object storage het bestaat. Is niet, ja, zoals bij AWS. Altijd... Wat je bij AWS volgens mij hebt, je zet het er neer. Maar mm-hmm. AWS die zet er altijd een object lock, ik geloof van minimaal 90 dagen of zo. Ja. Ja, en dat geven wij in onze appliance niet mee. Het enige, wanneer je een bucket aanmaakt, zag je ook dat er een vinkje aangezet werd of staat aan versioning. Ja. Dat is wat standaard aan is, dat het immutable is en dat het aanstaat. Maar vanuit Veeam geven we de dagen mee. En ik denk, even voor de rest van de druk dan nooit op remove from configuration in Veeam. Want wat er dan gebeurt is dat je de link kwijtraakt tussen je repository en je immutable. Dus hoe ga je dat daarna cleanen? Want dan blijft dus de log er altijd op staan. Want Veeam weet niet meer dat die VM er is. Dus hoe ga je dan die log weghalen op immutable? Want ik wil hem toch een keertje weg hebben dan, zeg maar. Nou ja, kijk, als je op dat moment toch bestanden op de appliance weg wilt hebben, dan... je zag dat er wanneer je een call inschiet bij support, ja, okay. dat er mogelijkheden zijn om onder de motorkap, want ik laat nou het scherm, dat zien jullie weer, denk ik. Ja. Hier heb je Command Shell. En daar kunnen wij onze klanten helpen. En dat door een 4-ogen principe. Wanneer jij deze aanvraag indient bij ons, dan zal er ook contact gelegd worden. Misschien met je manager. Misschien met de CIO. En wanneer iedereen kan bevestigen dat dit een valide actie is, dan kunnen ze remote, kunnen ze hier jullie helpen. En datzelfde is van wanneer de UDMI-nood volledig vol is. Normaal gesproken, wanneer wij een sizing doen, dan zorgen wij er altijd al voor dat wij, of in onze sizing, dat er, stel je hebt met de Veeam problemen en Veeam support zegt van goh, maak maar een nieuwe full backup. Mm-hmm. Dan moet je daar wel ruimte voor hebben. Ja, nou dat is heel belangrijk, ja. Want je krijgt hem niet weg, die bestanden, wat je gewend was. Dus dat nemen we al mee in onze sizing. Dus de UDMI node die wij adviseren, die is altijd al een stukje groter vanwege dit. Ja.
Als die op een gegeven moment heel erg gaat groeien en die UTB-noot is vol, dat kan denk ik niet van de een op de andere dag, zou ik haast zeggen. Maar daar groeit hij naartoe. Maar dat is ook je eigen capacity management om in de gaten te houden van. En plus daarbij, je kunt een threshold instellen van hoeveel ruimte er vrij moet zijn. En gaat hij daar Ja. overheen, dan zou je ook een alert krijgen op dit moment via mail en later SNMP. Van goh, misschien is het verstandig dat er een tweede node bij komt. Vanwege de beschikbare ruimte. Ik zag een antwoord van Jeroen. Jeroen, de log zit op de hoeveelheid dagen op het filesysteem, maar bedoel je dan op de UTB of op de repo? Ja, ik dacht dat dat zo was, dat het, die log zit op met een timestamp, dacht ik, op het filesystem, om hem immutable te houden, die object Ja, log. dat Dus ook klopt. al gooi je hem Maar uit de hij wordt configuratie, dan kan je nog meegegeven steeds vanaf die. van de repository gooien. Maar Oh ja, dat snap ik. als ik zeg van remove van configuration, dan is die hele link weg, hè? Zeg maar, dan is in één Ja, keer de gewoon link wel, maar de. hij staat, als je op het filesystem, ik weet niet of je erop kan browsen ook, op het filesystem van jullie. Oh, Ja, oké. Okay. dat kan. En ik kan hem ook verwijderen ook, maar dan alleen dan de link tussen de repo en de. En dan in dit geval de UTB is weg dan, zeg maar, want Ah, de ja, log. dat klopt. Maar het is niet zo dat je hem dan helemaal niet meer wegkrijgt, bedoel ik. Omdat hij dan niet meer de immutability weghaalt. Volgens mij verloopt dat dan ook op het filesystem. En kan je als je erbij kan bij het filesystem, gewoon ook de folder nog weggooien, toch? Of de VBK of Ja, nee, maar wat. dat is op de repo zelf. Maar ik zit dan ook op de UTB zelf dan natuurlijk. Dan wil ik hem ook op de UTB weg hebben. En daar gaat die log nooit vanaf, want dat gaat nooit mee in de job. Nou, volgens mij verloopt die log dus ook vanwege de timestamp. Als je 30 dagen geeft, dan is die na 30 dagen, dacht ik, van het filesystem ook vrij. Dacht ik. Dan is de immutability log eraf, maar de file is nog niet Ja. weg. Of Nee, dat klopt. Maar ja, de ik snap dat je natuurlijk Kijk, en als hoe die. heet het, remove van config dan niet handig is. Maar dan krijg je hem nog alsnog van het filesystem nog wel weg. Ja, Ah ja, van het filesystem is nooit een probleem natuurlijk, hè? Dat is altijd dat lukt wel. Maar die immutable is natuurlijk, het is Ja, redelijk. nou die immutability periode. Ja, maar dan heb je dus UTB nodig. Dan moeten ze dus voor mij die log er vanaf gaan halen. Ja, oké. Okay. Ja. Gezien de tijd, Walter, zou je dit nog even kunnen uitzoeken en terugkoppelen hoe Object First daarmee aan de slag gaat? Tuurlijk, als iemand even heel kort de vraag in de chat wil zetten. Of wie Oeh, het opvolgt. dat was de Ja. reden dat ik hem vroeg, want dan moet ik zoveel typen anders wel. Ik zal hem je wel mailen, Walter. Ja. Nou ja, Walter, dankjewel. We komen zo nog even terug voor de verloting van Object First, maar ik wil graag het woord Jullie ook geven aan allemaal Sander. bedankt. Leuk. Sander heeft nog wat mooie dingen voor het backuppen van Active Directories, domain controllers. Ja, vooral wat oude dingen natuurlijk, want Active Directory is al 24 jaar oud. We zitten er nog steeds mee. Sommige mensen hoor ik zitten met immutable gegevens die ze niet wegkrijgen. Ja, andere beheerders zitten met domain controllers die ze niet wegkrijgen. Ja, je moet er wel wat mee op een gegeven moment. Dus laat ik even wat delen wat ik heb. En dan moeten jullie maar even zeggen of jullie kunnen zien wat ik zie. Hij gaat nu sharen. Yes, keurig beeld. Keurig in beeld. Kijk, dat hoor ik graag. Want ik heb ook een beetje een zen-thema gebruikt deze keer. Want als je op de juiste manier backups maakt van de microtrons, als je op de juiste manier ook terugzet, dan is het echt wel puiken technologie. Maar je moet even weten wat je aan het doen bent. En dan moet je ook een beetje weten hoe Active Directory werkt. En toen dacht ik van ja, hoe ga ik dat nou slim doen? Dan zei Jos, nou, doe eens 20 minuten. Dacht ik, oké, ga ik hem timeboxen. Ga ik 4 tips doen, elk 5 minuten, rondom maken en terugzetten. Ik heb een virtual domain controllertje erachter staan. Daar heb ik wel wat dingen op, maar niet heel veel. Dus ik heb ook voornamelijk ook screenshots van de dingen die ik laat zien. Nou, wat zijn dan die 4 tips? Dat is controleren of backups worden gemaakt van Active Directory. Aanmelden op een domain controller na terugzetten, want dat is speciaal. Controleren of de domain controller klaar is voor productie. En checken hoe vaak een domain controller is
teruggezet. En al die dingen kan je dus vrij snel doen. Maar ja, dan moeten we ons natuurlijk ook wel even de vraag stellen. Waarom willen we eigenlijk backups van domain controllers? Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, heel duidelijk, tenminste voor mij in ieder geval, wat je ziet dat wanneer je domain controllers niet beschikbaar zijn, als je Active Directory niet beschikbaar is, dan is het game over. Nou, als de ransomware aanval is, valt het mee, dan is het inderdaad insert coins to continue en dan krijg je domain controllers terug en dan kun je weer verder. Maar als je dan kijkt naar die domain controllers, en ik heb al best wel wat klanten geholpen om er vanaf te komen. Weet je, hoe kom je eraan? Hoe kom je er vanaf? Maar Netflix heeft laatst onderzoek gedaan en die zeiden dat ze zien dat tot aan eind 2025 97% van organisaties hybride identiteitstoegang behoudt op basis van Active Directory. Dus Active Directory is dan de basis en dat gaat dan bijvoorbeeld richting Entra ID of dat gaat richting AWS, EAM of dat gaat naar GCP. Maar Active Directory leeft gewoon nog heel ver. En dat betekent, vooral in die hybride omgevingen, dat wanneer Active Directory niet meer beschikbaar is, dat je als je ja, iets wil doen met een groep lidmaatschapwijziging bijvoorbeeld, omdat je wil dat een beheerder ergens niet meer bij kan of een medewerker ergens wel bij kan, ja, dat wordt dan ineens natuurlijk niet meer gesynchroniseerd, want die basis die ontbreekt. De bodem valt er gewoon onderuit. Nou, dat vinden medewerkers, die ondervinden daar natuurlijk ook hinder van, maar ook systemen. Want als we bijvoorbeeld vSphere op basis van LDAP of federatie met Active Directory connecten, dan kunnen we er gewoon ineens niet meer bij. Dan hebben we ineens weer dat vSphere admin account nodig, waarvan we dan maar hopen dat we die nog ergens, en dan letterlijk, op papier in één of meerdere kluizen hebben liggen. Want ook zoiets als een secret server of een CyberArk, ja, daar meld je ook mee aan met je Active Directory omgeving, met je Active Directory credentials. Dat wordt hem niet meer, vrienden. En ja, hoe ga je het dan recht breien als je als beheerder ook niet meer kan aanmelden? Nou, de oplossing is natuurlijk het maken van backups en het kunnen terugzetten van backups. En ik ik geloof dat ik met Veeam voor het eerst ergens in 2006 een webinar deed over backups. En een van de dingen die we toen vooral duidelijk moesten maken, is dat alleen backups zijn. En dan zeggen mensen van ja, maar ik heb hier een replica domain controller of een backup domain controller. Ja mensen, dat is geen replica. Vraag het aan Maersk. Die jongens die hadden daadwerkelijk één domain controller van de 400 nog wat, die last had van een stroomstoring in Ghana, die met verkeerde BIOS-instellingen daarna niet automatisch opstartte. En het was nadat de ransomware, dat was NotPetya, door het systeem heen was gevlogen. De referentie, 40.000 systemen, versleuteld in 45 minuten, op basis van een uitrolbasis van group policy. Als iemand je ooit zegt dat group policy niet onwijs tof is, gebruik je gewoon dat voorbeeld. Maar dus, daar kan je geen kabels tegen trekken. Dus een replica domain controller is het niet. Ze hebben daadwerkelijk de harde schijf van het apparaat naar Reading in het Verenigd Koninkrijk moeten slepen. Over twee vluchten heen. Om daadwerkelijk weer hun omgeving te kunnen gaan opbouwen op basis van Active Directory. VM snapshots zijn ook geen backups. Storage snapshots zijn geen backups. En lag sites, waarbij je dus domain controllers ergens plaatst op een aparte, je hoeft niet eens echt op een fysieke locatie, maar gewoon op een aparte Active Directory site netwerkje. En dan zeg je van nou, je doet alleen maar met een dag vertraging, of je doet alleen maar één keer per dag, doe je repliceren, de wijzigingen repliceren. Ja, weet je, ransomware trekt zich daar niks van aan. Want diezelfde poorten die nodig zijn voor dat repliceren, zijn de poorten waarmee je op group policy je malafide software kunt uitrollen. Ja, hoe zit het dan met die VM snapshots en storage snapshots? Nou, helemaal in 1996, en ik heb die mensen al gesproken toen ik op campus was in Redmond. Niet vorige week, maar alweer een hele hoop jaren geleden. En die zeiden toen tegen mij van ja, we hebben eigenlijk toen we Active Directory gingen bedenken helemaal nooit stilgestaan bij het feit dat tijd
wel eens niet meer lineair zou kunnen zijn. Nou, dat kan natuurlijk met een virtuele dimensie, kan het wel, want daar kun je ook bijvoorbeeld terug in de tijd en dat soort dingen gaan. En het probleem wat dan speelt, is dat elke domain controller een unique serial number bijhoudt, een USN, voor zijn database, dus niet voor zijn hardware, nee, voor zijn database, en voor in zijn database, voor elk van de replicerende domain controllers. Dus zelfs als je een naam wijzigt van een domain controller, blijft replicatie werken, doe je IPv4 adressen, zoals we Walter in zagen kloppen, gebruiken en wijzigen, maakt niet uit. IPv6, maakt allemaal niet uit, je kan alles gewoon wijzigen. Het enige waar Active Directory echt iets mee doet, is de DSA GUID. En dat is het echte waarop wordt gerepliceerd. En als jij dus met een snapshot teruggaat in de tijd, dan snapt Active Directory niet dat je terug bent gegaan in de tijd. En dus, en dat is al sinds Windows Server 2003 zo, dan stopt de domain controller keurig netjes met repliceren en krijg je last van heel veel rode icoontjes in je event viewer. Nou, doe je dan zo'n snapshot of zelfs een backup terugzetten voorbij de standaard lifetime, de tombstone lifetime, die standaard 60 dagen, heb je wat hippere Active Directory die vanaf Windows Server 2003 R2 is geïmplementeerd. Dan is het al snel 180 dagen. Maar als je dus voorbij die tombstone lifetime gaat terugzetten, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je een lingering object krijgt. Dat is een object die dan wel op één domain controller leeft en niet op een andere. Nou, als je denkt dat dat vervelend is voor gebruikersaccounts, voor de gewone stervelingen in een netwerk, nou ja, dan heb je denk ik wel gelijk. Maar voor een beheerder is het uitermate pijnlijk in het achterste, omdat je op een gegeven moment wel kunt aanmelden en dan weer niet, dan wel groep lidmaatschappen hebt, dan weer niet, dan wel uit dienst bent, dan weer niet, dat soort dingen. Dus dat ondermijnt de hele integriteit van Active Directory. En dan hebben we natuurlijk sinds Windows Server 2012 hebben we domain controller cloning. Heel tof als jij een soort golden domain controller maakt. Die kun je dan gewoon klonen. En dan zorgt Microsoft ervoor dat dat allemaal netjes werkt. Nou, heb ik al een hele hoop dingen verteld. Al een hele hoop dingen verklapt ook eigenlijk. Maar als we dan dus de backups gaan maken van virtuele domain controllers, dan is het belangrijk om te weten dat Active Directory een Volume Shadow Copywriter kent. En dat betekent dat we gewoon netjes aan het besturingssysteem kunnen vragen, doe mij een kopie van de database files waarbij je zorgt voor een clean shutdown van de database, eigenlijk een nette pauze van de database, waarna je hem kopieert en dan weer opstart. En dat hoeft op een domain controller niet eens een seconde te duren, want die database die is meestal niet zo onwijs groot. Ja, ik heb hem van de Rabobank gezien, daar is die wel wat groter inderdaad. Maar wat je ziet is dat dat vrij snel kan. En als je dat dus ook op die manier doet, dan krijg je event ID 1917. Daar was ook een film van, maar dat gaat dan weer niet over domain controllers. En die zegt dan dat de shadow copy backup voor Active Directory Domain Services succesvol is geweest. Dus als je je ooit afvraagt of jouw Veeam backup wel goed is ingericht, en sowieso moet je dan natuurlijk niet een crash consistent backup, maar een application consistent backup doen, want dan doe je die shadow copywriter gebruiken. Dan kan je dat altijd ook nog controleren op basis van event 1917. En dat zit in het directory services log, dus niet in een van die vier standaard logjes, maar gewoon wat dieper verborgen helaas. En wanneer je hem niet gebruikt, dan krijg je op een gegeven moment een event ID 2089 in het directory services log. En wat dat betekent, dan ga ik even switchen naar mijn domain controller. Hier is die, ik hoop dat jullie die ook kunnen zien. En als ik dan ga kijken in mijn event log, dus ik heb hier applications en services logs, die heb ik open, en ik heb hier directory services log, dan zie je het al, dat die voor elk van de vijf partities van mijn Active Directory zegt van, hey, hij is niet gebackupt. En dat komt omdat deze melding een latency interval heeft van 90 dagen. En deze domain controller heeft gewoon langer dan 90 dagen daadwerkelijk uitgestaan. Dus je krijgt daar keurig netjes een melding van. Wil je dat ergens anders ook nog zien, maar dan netjes opgemaakt,
Dan kun je naar server en dan local server en dan ADDS. En dan heb je hier op een gegeven moment de best practices analyzer. En als je die start, ja doe maar even, dan zal die ook op een gegeven moment gaan aangeven dat je inderdaad geen backups hebt gemaakt recent van je domeincontrollers. En dat je dus een uitdaging gaat hebben op het moment dat je dat wil terugzetten. En je ziet dan ook dat niet gebeurt. En vanuit de Best Practices Analyzer kun je een keurig net exportje maken naar HTML. En HTML is nou precies zo'n format wat managers snappen. Dus ik zou een manager nooit een JSON-file geven, maar goed, dat is een ander verhaal. Ik heb het wel geprobeerd hoor, weer een ander verhaal. Maar op die manier kan je dat dus zien. Dus met Event ID 1917 en Event ID 2089, daar kan je ook een scriptje over schrijven. Kan je over al je domeincontrollers heen targeten bijvoorbeeld. Weet je precies wanneer de laatste backup is geweest. En ja, in het screenshot is die al wel wat jaartjes geleden. Nou, dan ga je een domeincontroller terugzetten. En dat is wel interessant. Want op het moment dat je geen gebruik maakt van domeincontroller cloning. En dat betekent dus dat je een bestand naast je Active Directory database zet. Waardoor je als je een kopie maakt van die domeincontroller en dan opstart. Dat die originele domeincontroller als een soort golden domeincontroller gaat hanteren. En in het bestand zeg je dan, dit is bijvoorbeeld het nieuwe IP-adres. Dit is bijvoorbeeld de nieuwe naam voor die domeincontroller. En dan kan je dus op die manier kan je heel snel meerdere domeincontrollers installeren met alle agents en andere dingen, gekkigheid erop, die je nodig hebt vanuit bijvoorbeeld je security afdeling. En ik weet niet wat het is met die jongens, maar het lijkt wel alsof ze het spel domeincontroller agents spelen als Pokémon. You gotta catch them all. Maar af en toe zie ik domeincontrollers met 20, 25 agents erop. Is bizar. Maar als je dat hebt, dan is domeincontroller cloning het antwoord om even snel domeincontrollers erbij te klotsen. Nou, ga je dan terugzetten, dan moet je aanmelden met een account waar je eigenlijk nooit bij kan. En dat klopt ook. Ja, ik heb een domeincontroller, ik ben hem aan het terugzetten, maar ik moet nog aangeven wat voor soort backup ik wil. Nou, dan wil ik aanmelden, maar ja, dat kan niet met een account in Active Directory, want die had ik net teruggezet en ik heb nog niet verteld of ik dat authoritative of non-authoritative wil. Dus die domeincontroller heeft de hele Active Directory database nog niet gestart. Maar er is een apart account voor en naast wat je kunt gebruiken om op dat moment aan te melden op je domeincontroller. Je kunt hem ook gebruiken voor wat andere troubleshooting dingen. Dus het is handig om sowieso wanneer je een domeincontroller configureert, om dan dat DSRM wachtwoord te documenteren. Om elke domeincontroller met een ander wachtwoord uit te rusten en dat ook weer goed te documenteren. En dan is er nog het ding dat op het moment dat je dat doet, de eerste keer dat wachtwoord, dus na de configuratie, dat wachtwoord met minder versleuteling wordt opgeslagen dan als je hem daarna nog een keer wijzigt. Dus het is wel handig om dat te doen. En dan ga je dus op een gegeven moment die domeincontroller modus in. Dat ziet er dan op je domeincontroller ziet dat er ongeveer zo uit. Dan zeg je dus Directory Services Repair Mode, DSRM. Daar ga je naartoe. En dan kun je inderdaad in je domeincontroller aangeven, in je backup aangeven, of het een authoritative of non-authoritative restore is. Nou, dan zeg ik altijd, voeg een opstartoptie toe. Want ja, er zijn ook andere momenten waarop je DSRM nodig hebt. DSRM kom je ook alleen maar in bij het herstarten. Nou, dat kan je dan bijvoorbeeld doen met deze drie regels op een command prompt met beheerprivileges. Maar als je, net als ik, liever lui dan moe bent, dan kun je natuurlijk ook gewoon gebruik maken van msconfig. En dan heb je hier het stukje startup, boot moet je dan hebben. En hier zie je dus de standaard instelling. En hier kun je dus ook een extra maken om op te starten. En het is wel dan belangrijk dat je een timeout configureert.
Dus op het moment dat je zegt van nou, ik wil eigenlijk wel die mogelijkheid om naar de Directed Services Restore mode te gaan op elke, bij elke herstart, zorg er dan wel voor dat je inderdaad die timeout hebt staan, dat je daar na het installeren van je update bijvoorbeeld, elke tweede dinsdag van de maand, dat die domeincontrollers daar niet staan te hikken in dat minuutje, maar dat ze inderdaad wel op een gegeven moment door kunnen. Dan wil je een teruggezette domeincontroller natuurlijk controleren. Nou, dat is, in principe is dat heel makkelijk. Dat is, dan moet je kijken naar Event ID 1109. En dat is namelijk dit event. En dat event dat zegt dat de domeincontroller die je net hebt teruggezet, dit is een authoritative restore, zoals je kunt zien. Non-authoritative restore. En wat je hier dus ziet is dat die, wat ik je net zei, het is niet de DNS-naam, het is niet het IP-adres, maar het is de invocation ID, de DSA GUID, die de domeincontroller gebruikt om zich als replicatiepartner bekend te maken. En op een gegeven moment, als jij dan dus die restore doet, dan besluit deze domeincontroller om een nieuwe invocation ID te maken. Zich daarmee dus te presenteren als, hallo, ik ben een nieuwe domeincontroller. Ik heb wel iets in mijn database, maar ik weet niet of het allemaal klopt. Doe even alles naar mij toe repliceren. En dat kan dus ook zijn, en daarom wil je dit doen, omdat je bij elke domeincontroller weet wat dat unique serial number was van de andere domeincontroller. Dan kan het dus ook zo zijn dat je keurig netjes alle wijzigingen die je op die domeincontroller hebt gemaakt na de backup en die al gesynchroniseerd waren, ook gewoon keurig netjes teruggesynchroniseerd krijgt of teruggerepliceerd krijgt. Omdat het gewoon vanuit elke andere domeincontroller een hele nette nieuwe domeincontroller is. Nou, wat ik dan meestal doe, is dat ik ook nog even check op lingering objects. En dat doe ik met repadmin. En dan slash remove lingering objects. En dan gebruik ik eerst de fully qualified domain name van de restored domain controller. Dus als dat bijvoorbeeld DC02 was, dan doe ik DC02. Punt, nou, dan mijn domeinnaam. En daarna krijg ik dan de distinguished name van de partitie. Dus dat kan zijn DC is, nou in mijn geval van deze domain controller, DC is IT Bros, DC is NL. En dan doe ik eerst met slash advisory mode. En als ik dat doe, krijg ik keurig netjes een event ID 1946 per lingering object. En als die daarmee klaar is, dan krijg ik een event ID 1942 met daarin een samenvatting van alle smerige lingering objects die ik nog even moet gaan opruimen. En het is een lastig dingetje, maar ik heb heel veel beheerders met lingering object vooral zien huilen. En datgene wat je moet doen is nou precies het andersom, namelijk laugh out loud, want LOL is ook de naam van de lingering object liquidator bij Microsoft, die je in dat geval heel erg goed kunt gebruiken om te kijken en om te onderzoeken welk object nou wel en welk object nou echt niet meer in je database hoort. En dan is de laatste, is eigenlijk de vraag beantwoord. Hoe vaak is de domeincontroller teruggezet? Nou, de domeincontrollers hebben daar keurig net een counter voor in het register. En dat is de DSA Previous Restore Count. En zoals je in de screenshot al ziet, is dat een D-word value. En als ik dan naar mijn domeincontroller ga, en ik ga dan naar mijn regedit. Dan zie je hier dat het dus in Haki Local Machine, dan System, Kunt Control Set, Services en dan NTDS Parameters is. En hier zie je dus heel duidelijk dat deze domeincontroller al 10 keer is teruggezet. Dat heeft hij netjes bijgehouden. En dat is natuurlijk per domeincontroller. Dus als je een bepaalde domeincontroller nooit terugzet en een andere bijvoorbeeld wel, dan kun je dat hier heel duidelijk zien. Nou, dan heb ik daarnet ook in een paar kleine demootjes laten zien hoe je kunt controleren of er backups worden gemaakt van je Active Directory op je domeincontrollers. Ik denk dat het handig is om voorbereid te zijn om je aan te kunnen melden op een teruggezette domeincontroller op een makkelijke manier, maar ook op een veilige manier, doordat deze remwachtwoord per domeincontroller anders te houden. Hoe je kunt controleren of de domeincontroller klaar is voor productie.
naar terugzetten en dat je kunt checken hoe vaak een domain controller daadwerkelijk is teruggezet. En dan weet ik niet of er vragen zijn, maar dat mag natuurlijk altijd.